Het lijkt zo leuk, de kruidenplantjes van de supermarkt. Basilicum, rozemarijn of bieslook. Je koopt makkelijk en goedkoop je eigen indoor kruidentuin. Tot die plantjes na een paar weken al verdorren, verleppen en kwijnend verschralen op je aanrecht. Met een wolk fruitvliegjes eromheen op de koop toe. En dan kun je het plantje weggooien. Hoe komt dat? De kruidenplantjes worden gekweekt onder optimale omstandigheden in een kas. Daar is het veel natter en warmer dan op je eigen vensterbank. De plantjes krijgen in huis vaak niet genoeg zon en water en dat is hun brandstof. Zet de plantjes dus in de zon of in ieder geval in het volle licht. Giet geen water op de aarde, want als de aarde te nat is, gaan de wortels rotten. Maak daarom een waterreservoir, zodat de wortels zelf het water kunnen opnemen. Een schoteltje onder een pot met gaten in de bodem volstaat. Je kunt nog meer doen om het leven van je kruidenplantje te verlengen. Goedkope kruiden uit de supermarkt zitten vaak in een te kleine pot. De wortels hebben niet genoeg ruimte en aarde en krijgen daardoor niet genoeg voeding. Als je ze na aankoop meteen in een grotere pot zet met extra aarde, dan leeft de plant langer. Het ligt trouwens niet helemaal aan jou. Sommige kruiden leven van nature niet zo lang. En de blaadjes groeien niet terug als je een groot deel van het blad eraf snijdt. Dat geldt bijvoorbeeld voor basilicum en koriander. Dan kun je er tegen zingen tot je een ons weegt, maar je kunt beter een nieuwe plant kopen.